in de hoek zetten? Ja. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En ik ben eindelijk weer beter, dus ik ben super blij. Dus ik kan weer een productieve week ingaan. En ik ga nu foto's maken voor Instagram. En daarna ga ik naar Rotterdam, naar Cooper. Daar ga ik nieuwe persfoto's maken, want die heb ik nodig. En dan ga ik vanavond nog even naar iets van de Bijenkorf. En that's it. Dus ik neem jullie gezellig mee. Oké, ik zit in de auto naar Rotterdam. En wie zit er naast je? Die was al in beeld. Yeah. Ik probeer alleen mezelf te filmen, maar the sunlight's everywhere. I'm sunblocked. Ja, in Amsterdam was het toch wat mistig. Nee. En ik heb mijn zonnebril niet meegenomen, zo stom. Anoniem. Wordt gestopt door Anoniem. Zou je het opnemen? Nee. Ik neem letterlijk al maanden niet op. Het is leuk om op te nemen, dan zetten we op speaker en kijken wie het is. Dat is leuk. Dat doen we het voor... nou, je bent er gaan opnemen. Nee. Oh, het vlog. Ja, ik ben het vlog. Ja, klopt. Oké, deze moet er weer voor, want ik kan niet meer voor me uitkijken. Dan kan ik toch zeggen van, hallo, met wie spreek ik? Dat is toch niet belachen? Nee. Ja, ik ben op zoek naar Noor. Noor? Ik ken helemaal geen Noor. We houden ze waarschijnlijk wel echt op met bellen. Ik neem gewoon op. Met hoerenkast de gouden tepel. Sekshuis de gouden tepel, met kinderland. Met Angelique. Luister, we zijn in de auto, we gaan naar Rotterdam. We gaan naar Cooper, hij maakt hele coole foto's. En daar gaan we dus foto's mee maken. En dan gaan we naar Amsterdam terug. En dan ga ik heel veel werk doen. Dus ik zal daar zo even filmen. En verder gaan wij werken. Wat ben je mooi. Ik meen het. Kijk, dit is gewoon de Queen of Jetlags. Gewoon non-stop. Maakt niet uit waar ze is. Altijd ready for the edit. Voor de edits. Voor wie ben je aan het werk? Voor de Queen of Jetlags. Nee, maar ik bedoel, wat voor een merk? Oh, ik ben mijn foto voor H&M aan het editen. Oh, cool. Voor H&M Moschino. Ja. Kijk hoe anders het beeldscherm op mijn telefoon is als op de laptop trouwens, qua kleur. Dat blijf ik heel bizar vinden. Maar de H&M Moschino collectie die komt uit, dus daar ga ik nu een foto voor uploaden. Nou, wij zitten dus in de car terug en we zijn een beetje te laat. We moeten eigenlijk om 6 bij Olly zijn. Maar we staan echt vol in de file. Maar het was wel echt heel leuk bij Cooper. En ik ben heel benieuwd naar de foto's. Ik denk dat ze echt super mooi zijn geworden. Cooper heeft ook ooit 50 cent gefotografeerd. Ja, dat is een hele grote hit geworden. Die foto's? Ja, die foto's. Welke had hij gemaakt? Nee, gewoon zo'n iconische foto van 50 cent. Die echt iedereen kent. Ja. En morgenochtend kan ik weer om 6 uur op naar Ridderkerk. Dat is ook in deze buurt. Of ik ga wel proberen. Ik moet alleen vanavond nog zoveel werk doen. Als je als ondernemer een week ziek bent, dan word je echt loco-choco van hoeveel werk je ineens moet inhalen. Dus ik moet vanavond echt nog computerwerk doen. Maar morgen dus om 6 uur op. Ik moet naar Ridderkerk. Sander die moet morgen naar Londen om een videoclip te shooten. Voor London Girl. Zeg maar! Goedemorgen. Super! Ik heb gewonnen! Heb je gewonnen? Ja. En we hebben net thuis. En we gaan lekker eten. Heb je honger? Kusje? Good morning! Het is dinsdagochtend en ik ben wakker en ik heb geen make-up op. Want ik ga naar Ridderkerk voor een shoot. Daar ga ik zo even meer over vertellen. Maar ik wilde even iets laten zien. Kijk hoe lief Sander voor mij heeft achtergelaten. Kijk, zo lief. Dus dit ga ik even allemaal meenemen. En die boterham met pindakaas. Die eet ik even op. Ik moet altijd heel veel eten 's ochtends. Anders dan ben ik altijd super chagrijnig. Maar dit is echt sweet.
Good morning. Het is woensdagochtend. Het is 7 uur. Precies 7 uur. En ik ben wakker. En ik ga brood maken voor Olly. Wacht, ik zit even hier. Ik ben wakker. Olly is boven in de slaapkamer. En Sander is in Londen. En ik ga even eten maken voor mijn Olly. En ik ben wel een beetje moe. Gisteren had ik een shoot in Ridderkerk. Alleen ik was mijn vlogcamera vergeten. Echt super dom. En het was heel leuk. Ik had wel wat op Insta stories gezet. Wat wil ik zeggen? Oh ja, maar wat het allerleukste is dit. Voor degenen die mij op Instagram volgen. Die hebben het al gezien. Maar ik sta deze maand dus op de cover van de Glamour. Ik vind het zo leuk dat ik dit kan vertellen en kan laten zien. Ik sta op de cover van de Glamour met Bibi en Olly. En die ziet er zo uit. En ik vind het echt het allerleukste ooit. Ik ben hier echt super blij mee. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En binnen staan ook nog hele leuke foto's van mijn Olly en Bibi. Maar goed, ja. Ga hem even kopen als jullie het leuk vinden. En laat me even weten wat jullie ervan vinden. Ik ga boterhammen maken. Met pindakaas. Kijk hoe satisfying is dit. Oh my god, ik heb dit echt nog nooit gehad. Maar ik was net, mijn kaart zat vol. Dus ik dacht, ik ga even wat vlogbeelden deleten. Toen heb ik wilde zeg maar oude vlogbeelden deleten. En ik heb echt alle vlogbeelden gedelete voor deze week zo ongeveer. Allemaal leuke dingen met Olly. Ik had een hele make-up tutorial opgenomen voor de vlog. Een unboxing van een Dior pakket. Dat zal ik zo nog wel een keer laten zien. En een Gucci pakket. Zo stom. Nu ben ik alles kwijt. Anyways. Ik was dus pakket aan het openmaken, dat had ik net allemaal verteld. En ik ging dus nu dit laten zien. Allemaal outfits van, nieuwe outfits van de It-list. Ik heb er nu ook eentje aan. En ik ga ze even in de spiegel laten zien, want dan kunnen jullie ze iets beter zien. Ik was alle pakketten van kantoor aan het laten zien. Voordat ik begin, bij de It-list, ik zet hieronder alle linkjes naar de directe items. Krijg je 15% korting met de code NOR15. Ik zal hem hier in beeld zetten. En de code is tot en met woensdag geldig. Dus ik ga nu even alle outfits laten zien. Oké, dit is de eerste outfit die ik aan heb van de It-list. De jumpsuit. Ik vind hem echt super leuk. Ik zit er aan te denken om vandaag aan te houden. En die heb ik om met die Chanel ding van mij en deze schoenen. Vond ik wel leuk. Het is ook echt een heel lekker zacht stofje. En ik vind deze kleur echt heel erg mooi. Ben ik eigenlijk scherp? Ja. Dus dat is de eerste outfit. Oké, de volgende outfit die ik aan heb. Ik ben echt zo blij met dit rokje. Ik kan nooit normale goede zwarte rokjes vinden. Wacht, hij is dus rib. Wacht, ik laat hem even zo zien. En hij is high-waisted. Ik vind hem echt heel leuk. Wacht, waarom lukt het me niet? En dit t-shirt is ook van de It-list trouwens. Maar dat is gewoon een zwart basic shirt. Wat altijd handig is om te hebben. En dus dit rokje. Echt heel mooi. Ik heb deze laars er even bij aan. I love it. Oh, ik ben hier echt blij mee. Eindelijk een normaal zwart rokje. Voor de herfst. Het volgende item is dit superleuke rokje. Ik denk dat Bibi deze ook leuk gaat vinden. Hij is van denim. Kijk, zo zie je het iets beter. En hij is best wel kort. Dat vind ik wel heel chill. Maar hij is ook, ik heb hem nu even met een shirt aan. Maar hij is ook heel erg leuk met een chille trui en over die laarzen. En ik vind hem heel leuk. Hij is ook iets anders dan die standaard panter tijgerprint die je meestal ziet. Dus ik vind hem wel echt heel cool. Oké, het volgende item is nu al mijn favoriet. Dat is deze. Een beetje slouchy-achtige trui jurk. Ik hou hier echt van. Ik draag dit zo vaak. Ik vind het ook echt leuk met overnielaarzen. En gewoon een dikke jas erover. En in de winter kan ik wel majo of panty doen. Maar nu kan dit toch wel. Want het is niet zo heel koud. En volgens mij is deze er ook in best wel veel kleuren. Dus die is echt super leuk. Het volgende item is deze broek. Een flared broek. En dit is de print die erop zit. Die vind ik zelf heel cool. Hij zit ook lekker. Want er zit geen strakke rits en zo. Het volgende item is weer mijn favoriete ding ooit. Weer zo'n slouchy trui. Die je met openielaars aan kan doen. Wacht, ik film mezelf even helemaal. Ik heb het nu dus zo aan, maar je kan hem ook gewoon zo dragen en dingen eronder doen. En hij is een hele mooie kwaliteit, deze trui.
Dus die vind ik echt heel cool. Ik ben benieuwd wat jullie het leukst vinden. Laat even een comment achter welke items jullie het leukst vinden. Oh my god, dit is echt de zachtste jas die ik ooit aan heb gehad. Hij is zo lang. Ik heb even dit nog onder. Oh, dit is zo lekker. I love it. Ik wou dat jullie hem konden voelen. Deze jas is zo zacht. En het laatste item van al deze items van de itlist is deze jas. Ik heb echt een beetje kutlicht hier, sorry daarvoor. Dus deze jas met een capuchon. Misschien dat ik die aanhoud aangezien het regent. Kijk, zo zit die. En je kan lekker de knoopjes om dicht. En die vind ik echt heel leuk ook. Oké, dit is uiteindelijk de outfit geworden voor vandaag. Fendi broek, toepasjes, deze jas, mijn Chanel tas. En ik ga nu rennen, want ik moet naar een afspraak. Oké, guys, ik zit in de auto en we gaan naar de verjaardag van de broer van Sander, van Jasper, in Almelo. Almelo! Are you excited? En Biebs is er. En Olly. So let's go. Good morning. Het is vandaag donderdag. Oh. En ik ben met Kay. Steven, gezellig weer. Die hebben we lang niet gezien. En Steven heeft ook een hele leuke Instagram. Zet hem hier. Het Stepsta. En Kay heeft geen leuke Instagram. Maar Kay, iedereen kent Kay. Maar Kay wil ook niet. Dat maakt het goed. Kay heeft een leuke baby. En we zijn bij de Corner Bakery in Oud-West. Is die nieuw? Een soort van, toch? Het is semi-nieuw. Kijk. Wat voor jou? En we hebben wentelteefjes. Er komt zo nog meer. Wij reden dus eigenlijk naar die andere, in West. Ja, maar die is... Ja, ik wilde niet nu, maar die is wel minder mooi. Deze is het schattigste, toch? Jij hebt hier ook een neon ding. Wat zijn die andere nog meer? Ik ben na de corner naar het Conservatorium Hotel gegaan. En daar zit ik nu gezellig te werken met Susje. Hey. Je haar is echt op een mooie lengte. Ik ben er wel blij mee. Ik ben weer thuis. Met wie ben ik? Wie ben jij? Die zijn buiten. Maar hoe heet jij? Livia. En hoe oud ben jij? Vier. Vier. Okay. Weet je het zeker? Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Jij bent echt vier. Ik ben vijf. Hm. Of ben je misschien twee? Of jij. Of jij. Of jij. Ik ben twee. Of jij twee. Oh, ik wou zo van al mijn vlogbeelden die ik gedelete heb deze week. Zo stupid. Hm? Mm, het is echt een leuke dag. Het is echt gezellig met Stephanie en Kay. Jouw telefoon. Het is echt leuk. Nu ben ik thuis. Nu ga ik even een filmpje opnemen voor een klant. Voor Instagram. Olly is mijn telefoon aan het aflikken. En ik ga vandaag vlog naar bed. Ik heb gisteren die documentaire van Famke Louise gekeken trouwens. Had ik dat al verteld? Nee. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het wel leuk. Mijn computer? Ja. Goed. Wat wil je kijken? YouTube. YouTube? Ja. Even laden. Is het afgelopen? Ja, Olly. Ja, Olly. Ja, Olly. Ja, Olly. Goed zo. Oeh. Ga je de laptop uit mama's tas pakken? Ja. Het is een beetje zwaar, hè? Ja. Ik ga het koffertje uitpakken. Nog niet, nog niet, nog niet. Nee, nee. Bah! Bah! Ha? Ha? Mag die een ballonnen maken? Bijna, zijn er bij. Jullie gaan echt hard. Ja. Good morning. Het is vrijdag ochtend. En ik ben mijn spullen aan het pakken. Ik ga Olly naar de crash brengen. En dan ga ik sporten waar ik echt 0,0 zin in heb. Ik heb al een maand niet gesport. Maar ik moet zitten. Ik heb geen make-up op zoals jullie zien. Ik heb wel lekker mijn hoofd strak getrokken met mijn staart. Die staart niet zo strak. Dat is echt niet normaal. Oh shit, ik moet even bestellen. Hoeveel is het? Ja, dus ik ga sporten en dan ga ik mijn nagels laten doen. Want die zien er niet meer uit.
Oké, nou, ik ben weer thuis na een lange dag. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb een hamer. En ik ben even bij Bibi op de kamer. Die is haar kamer helemaal aan het opruimen. Toch, Biebs? Echt heel goed. En Sophia is er. En Sander en Olly. En Bibi heeft onze tv die bij ons hing, heeft ze nu op haar kamer gekregen. Mama, ik heb Peppa Pig kijken. Dus we zijn op Bibi's kamer aan het chillen. In de hoek zetten? Wil je nog meer lezen? Ja. Nog één verhaaltje? 1 januari is de eerste dag van het jaar. En er gaat een vlieg op de kalender zitten. Dickie Dick zet snel zijn poot op de vlieg. De vlieg ziet er niet. Misschien zit hij op het volgende blaadje van de kalender. Nee, daar zit hij ook niet. Kijk, haalt hij alle blaadjes eraf. En ik heb vandaag ook geen make-up op, zie ik nu. Maar ik ga me zo opmaken, want ik ga wel nog uit eten vanavond. Maar ik ga in ieder geval nu de vlog afsluiten voor dit weekend. Dit wordt echt een superleuk weekend met de klas, chill en zo. En ik ben ouder. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie woensdag.